live vanuit het 538 DJ Hotel. Met nu achter de ones and two. Boris Brescia. Dance.
Lokale temperatuur is 83,4 graden en de aankomsttijd is middernacht. Mission Control Center, Dance Department 538 DJ Hotel. Let the journey continue.
dames en heren, 538 DJ Hotel Amsterdam Dance Event. Laat het horen van Boris Brentja! Dennis Ruijer, Ivo van Breukelen, we zijn vanavond je captain of spaceship. Ik ben ook alleen maar gewoon de tweede gezagvoerder. Hè? Ik ben al 16 keer door de Damkring gegaan en weer terug met Boris Brentja. Wat een platen, man. Hè? De schietstoel was het toch? De schietstoel, ja. Ja. En inmiddels aangeschoven in de studio, Afrojack! Hey. Hallo. Ja, en wat ik zo leuk vind van jou, jij zat net in de auto dus te luisteren. Dus Ivo, hij hoorde net dat wij het hadden over schietstoelplaten. Dat nieuwe genre wat we willen introduceren. Ja, linkerbaan, gas, alles. Ja, linkerbaan, gas, schietstoel. Dat ging wel goed. Misschien is het een nieuwe titel voor een track schietstoel eigenlijk best wel een goede bedenking. Dat vind ik een hele leuke. Schietstoel, misschien moet ik dat een keer gewoon doen. Zo. Hoe zeg je dat in het Engels? Shooting chair? Dat weet ik eigenlijk niet. Jij spreekt vaker Engels dan wij. Ik zat eraan te denken, ik wou het zeggen. En toen dacht ik, ejaculation chair. Maar dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Dat is heel wat anders. Nou, mocht je het antwoord weten, app even met de 538 app of sms 580. Dan hebben we zo, kunnen we dit geheim ontsluieren. Dat vind ik wel mooi. Hey, het is ADE, Nick. Ik zat even de agenda te checken een paar dagen geleden. Maar heb jij een soort sabbatical qua DJ? Of ga je een supply check doen? Ik ben aan het chillen. Echt, hè? Nee, ik heb heel veel nieuwe muziek gemaakt. En ben heel erg druk in de studio geweest om die muziek af te maken en voor te bereiden. Is net natuurlijk nieuwe plaat uit Lost samen met Fessy. En die plaat samen met Hardwell. En er komt nog heel veel nieuwe muziek uit. Waaronder heel binnenkort de nieuwe single van David Guetta samen met mij. En die gaan we waarschijnlijk heel erg binnenkort première. Dus dat is... Heeft dat iets te maken met dat Guetta deze week die studio heeft in Amsterdam? Gehuurd? Oh nee, daar ben ik niet geweest. Ben je niet geweest? Ik zag wel een filmpje met Martin. Ik zeg je eerlijk, ik ben gewoon 2 dagen lekker aan het chillen geweest. Ik kwam terug uit Tokio, ik moest wat dingen in Duitsland doen. Allemaal zakelijke afspraken voor nieuwe dingen waar ik mee bezig ben. Maar vooral ook een beetje chillen. Een beetje mijn familie zien, een beetje PlayStation, een filmpje kijken. Gewoon even de good life. Ja, boterham pindakaas leven. Letting it loose. Je weet toch als je weekend hebt. Het is voor jullie natuurlijk ook in het weekend normaal werken. Ja. Maar vroeger had je weekend, weet je wel. Ja. Je bent vrijdag klaar. En dan ga je gewoon helemaal niks nuttigs doen 2 dagen lang. Heerlijk. Zo is mijn ADE een beetje geweest. Heerlijk. Ja, ik denk als Netflix toch in mijn tienerjaren was uitgevonden. Daar had ik nu sowieso obesitas gehad. Maar ik denk dat dat wel heel fijn geweest. Ga eens wel lekker chillen, binge-watchen en een beetje narco's kijken. Dat soort dingen allemaal. Als we het wel even over de muziek hebben. Ben jij dan, klopt het dat jij een beetje je horizon aan het verbreden bent? Want je hebt laatst die No Tomorrow platen uitgebracht. Wat een beetje een soort hip-hop-achtig ding was. Je remix van Major Lazer. Ook wat anders dan we van je gewend zijn? Ja, ik weet niet wat jullie van me gewend zijn. Maar ik maak al eigenlijk mijn hele leven heel veel verschillende soorten muziek. Ja, en de ene wat populairder als de andere. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit de plaats voor Look At Me Now gedaan. Voor Chris Brown en Lil Wayne. Die Girls Run The World van Beyoncé. Gewoon echt crossover platen. En dat is iets wat ik gewoon heel erg leuk heb gevonden altijd. En nu dacht ik van, weet je wat, 2018, 2017 ga ik gewoon ook zelf die shit uitbrengen. Op mijn manier. En tot zover is dat heel goed gegaan. Ja, weet je wat ook wel leuk is? Ik vind het wel een mooi momentje eigenlijk. Dit is toch wel iets bijzonders. Ik krijg net in mijn oortje van de regie iets door. En dat is wel bijzonder. Het is een primeur. Je hebt het nog nergens anders gehoord. Het heeft te maken met Afrojack. Ik start pauken. Daar komen ze. Ik vond het niks van is geen Love It or Hate It of zo, niks, toch? Nee. Hey, 16 december. Wat is er 16 december? Nou, heb je al iets kerst in de agenda? Ja, bijna kerst. Tweede kerstdag. Tweede keer? Nee. 16 december is vlak voor kerst. Okay. Mag ik even je agenda lenen? Ik ga erin zetten. Dat is wel leuk. 538 Jingleball. Dat is natuurlijk echt dat evenement wat zo snel uitverkocht is met je oogknipperen. En de kaarten zijn weg in de Ziggo Dome. En we mogen een headliner aankondigen. Serieus? Nou ben ik wel heel benieuwd. Ja. Kan jij in het DJ Afrojack? Ja! Hey, je bent erbij, gast. Ik ben erbij. Fucking fantastisch, gast. Ik zeg je eerlijk, hè. Ik had mijn verjaardag 9 september in Ahoy gevierd. Dat was zo vet. En ik wil niet nog een jaar wachten voordat ik weer in Nederland ga draaien. Ja, dus nu vanavond hier het 538 Hotel. En dan 16 december. Ja, heel doof. Tof dat je erbij bent. Ik vind het leuk om erbij te zijn. Ik heb je al laatst geappt. Ik dacht voor ADE, ik wilde je favoriete house classics een keer weten. Vorig jaar kwam je binnen met die Lil Mo Ying Yang die Reach. Dus ik stel ook voor dat we nog een keer een live dance department doen. Dat jij wat classics meeneemt, gezellig. Nou, als je in de buurt bent. Als je hem nu erbij kan pakken, moet ik even denken, hoor. Zo. Ja, kunnen jullie wat zeggen?